Kassie kijken met Ron Vergouwen. Wie op tv verschijnt, heeft een behoorlijke verantwoordelijkheid op zijn schouders. Naast dat je moet letten op je houding, je gelaatsuitdrukking, of je jurk of das wel goed zit, moet je toch vooral wat te vertellen hebben. Dat werd weer pijnlijk duidelijk door het gesprek met advocaat Serge Wening deze week bij Pauw. Die vanaf nu de bijnaam de zwijgadvocaat met zich meedraagt. Ja, Serge Wening, hoe gaat het eigenlijk met haar? Ik zou het niet weten. Maar is het zo dat zij bedreigd wordt? Ik heb daar geen idee van. Want wat betekent dat? Dat u er eigenlijk helemaal niks over kunt zeggen? Ik moet u eerlijk zeggen dat ik dat niet weet. Juist. We zijn nu al best lekker bezig, vind je niet? Ja, het is toch raar om zo'n man überhaupt uit te nodigen. Maar nee, Jeroen ging nog vrolijk even door. Ik kom niet op de koffie bij mijn cliënt. Nee, maar u praat al wel met ze? Ik kan mijn cliënten vragen of ze denken dat de verdenking die justitie tegen hen heeft, of die juist is. Maar had u dan helemaal niet in de gaten dat uw cliënten op de korrel lagen? Dat is iets wat ik dus vernomen heb uit de media. Ik begrijp hier werkelijk helemaal niets van. Tja, nou ja, legendarische tv werd het in ieder geval wel. Want volgens mij is er nog nooit zo'n goed gesprek gevoerd met een advocaat in een talkshow. U zegt, ik ben die cliënt, die heb ik al een tijdje. Maar ik heb geen idee over welk cliënt het nu gaat. Wel, laten we zo zeggen, de cliënten die u heeft zijn niet in Syrië geweest. Daar weet ik niet van of ze in Syrië zijn geweest. En dat heeft u ze wel gevraagd? Ik heb daarover wel met ze gesproken, ja. En hebben ze geen antwoord op gegeven? Daarover hebben ze niet concreet gezegd dat het geval is. Zo afspreken dat we de volgende keer gewoon wat ruimer in de tekst zijn als we samen praten? Nee, wie iemand had willen horen die vanuit het hart sprak, kon toch beter kijken naar actrice Bianca Krijgsman, die in Amerika deze week een Emmy Award in ontvangst nam. I'm Bianca from Holland, yeah! Oh, I'm so excited! I want to dedicate this prize to all the extras in this movie. There were real refugees and I hope they got a place to stay in Holland. And my husband and my 3 children. Thank you. Tja, tegen zulke emoties valt niet op te acteren. Al kunnen mooi geschreven teksten toch soms wel helpen. De serie Bloedverwanten bijvoorbeeld. Het is eigenlijk gewoon een soap, maar het ziet er schitterend uit en de dialogen zijn soms betoverend komisch. Neem nou deze scène. Ga je het weer uitmaken met me? Hoezo weer? We passen niet bij elkaar, zeg je dan steeds. Nee, inderdaad, wij passen niet bij elkaar. En waarom hebben we het dan zo leuk? Dat komt gewoon steeds toevallig zo uit. Maar nu maak je het uit. Ja, dat klopt, ja. Deze keer echt. Dit is de eerste keer. Dat is niet waar. Het is zeker de derde keer. Wat waren de andere 2 keren dan? Dat waren de vorige 2 keren dat je het uitmaakte. Dat is niet zo. Ik heb het nog nooit uitgemaakt. Maar nu dus wel. Ja, ja. Oké, het is uit. Oké. Tja, mooi. Ja, sommige mensen die voor een camera getrokken worden lijken ook wel tekstschrijvers achter zich te hebben. Er komen dan aan de lopende band tegeltje teksten uit. Zoals de Paradijsvogels in de opvolger van het programma Showroom met Joris Lindsen. De gastenjagers van de NCRV hebben weer prima werk geleverd. Maar dit is een soort droom. Dit... Je moet niet blijven dromen in dezelfde droom. Dat is toch niet leuk? Wat heb ik dan nog te doen? Ik moet een beetje afzitten te zijn. Dat noem ik afzien. Voor mij is het geluid van op de Noordslag een van de meest fantastische vormen van muziek eigenlijk. Als je altijd maar op dezelfde plek blijft zitten waar je zat, dan weet je wat je hebt, maar je weet niet wat je mist. Onweer gaat over de verbinding tussen hemel en aarde. Donder is mee. Het scheelt natuurlijk wel dat al die rare snuiters de impact van een camera vaak niet voelen. Hoe meer je daarvan bewust bent, hoe moeilijker. Vergelijk het met spreken op een uitvaart. Deze week zat cabaretier Pieter Derks in Over Mijn Lijk. Hij was door een van de terminaal zieke patiënten uit die serie gevraagd om iets luchtigs te zeggen op de begrafenis. Tja, iets luchtigs. Daar sta je dan. Ik heb geen idee hoe dit moet. Ik heb ook nog nooit op een uitvaart gesproken. Ik dacht vanmorgen de auto hier naartoe. Misschien had ik Dela vorige week even moeten bellen of ze niet een paar try-outs voor me konden regelen in een paar kleine crematoria in de provincie. Maar goed, aan de andere kant. Ik heb als beginnend cabaretier wel regelmatig optredens gehad waarbij het voelde alsof er iemand overleden was. Ja, het is soms beter om niet te veel bezig te zijn met hoeveel ogen er dan wel niet op je gericht zijn. Dan zou je soms willen dat mensen daar zich juist wel wat meer van bewust waren. Ik stap af en toe nog wel eens langs Utopia op SBS6. Nou, de dialogen daar kunnen ook nog wel wat scherpte gebruiken. Ben jij voor of tegen? Ja, wat ik zeg, ik heb... ik wil wel gewoon... snap je? Ja. Begrijp je? Dat is het enige. Ja, en dan hadden we ook nog natuurlijk die Giro 555-actie rond ebola deze week. Ik moet je zeggen, die oproepjes gaan compleet aan mij voorbij. Ik heb diezelfde ongeïnspireerde teksten nou zo vaak gehoord. Ik roep iedereen op, kom in actie.
en bel. Dan kun je natuurlijk ook gewoon bellen naar 0800 1112. Geeft u alstublieft aan Giro 555. En op 0800 1112 kunt u uw gift kwijt. Super, wat een bedrag! Tja, persoonlijk ben ik immuun geworden voor dit soort oproepjes, terwijl het doel natuurlijk uitstekend is. Nee, je verhaal moet tegenwoordig origineel zijn en met passie gebracht. Zoals bijvoorbeeld Robert Dijkgraaf afgelopen week. Maar ja, niet iedereen is zo helder en mediageniek om een verhaal te houden als hij. Al zou je het de Nederlandse tv-kijker wel toewensen. Kassie kijken met Ron Vergouwen.